Welke zaden kiezen voor vermeerdering? Het is belangrijk om te weten waar de planten die je in je tuin wilt gaan telen vandaan komen. Bij de keuze van de rassen waarmee je zaad wil gaan telen, vermijd je het best rassen die door grote industriële bedrijven zijn ontwikkeld. Gebruik nooit F1 of F2 hybriden en evenmin genetisch gemodificeerde organismen of zaden die het resultaat zijn van biotechnologie. Zaad dat voortkomt uit F1 of F2 hybriden zal niet het verwachte resultaat opleveren. De volgende generatie is vaak steriel of heeft onvoorspelbare nakomelingen. Door hun rassen door middel van technologie te blokkeren, kunnen zaaigoedmultinationals tuiniers beletten hun eigen zaden te produceren. Zo stellen ze hun monopolie op de zaaigoedmarkt veilig. Deze technische mechanismen versterken wettelijke voorschriften die de vrije vermeerdering van zaaigoed verbieden. Al deze rassen zijn immers beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals kwekersrechten en patenten. Zelf ras-echte zaden telen lukt alleen met zaad van zaadvaste rassen. Die garanderen dat de volgende generatie de kenmerken van de moederplant behoudt. Bovendien kies je het best zaden van biologische, biodynamische of agro-ecologische tuinbouw. De natuur is vrijgevig en produceert meestal veel meer zaad dan wat je zelf kan gebruiken. Wat overblijft, kan je weggeven of ruilen met anderen.